Beunings College geeft toelichting op afgelast Beuning on Ice. Vergunningen en regelgeving doen evenementen de das om. Nou, wij hebben vorige week totaal verrast het nieuws gekregen van Beuning on Ice dat zij dit jaar de evenement niet gaan organiseren. En verder in het nieuws vandaag. Veel werkzoekenden, maar ook veel openstaande vacatures op Banenmarkt. Gezond en goedkoop voedsel bij de Blauwe Tomaat. De organisatie leek alles op orde te hebben en ook voor de gemeente stond het licht op groen voor Beuning on Ice. Hoe kon het dan toch gebeuren dat vorige week donderdag de stekker ging uit het populaire schaatsevenement? Gemeente Beuningen doet nu een poging om een en ander uit te leggen. Bakken met kritiek kreeg de gemeente over zich heen toen vorige week bekend werd dat er dit jaar geen Beuningen on Ice komt. Inwoners reageerden teleurgesteld en boos dat het evenement nu van de baan is. Een in de haast belegde persconferentie moest maandagmiddag de lucht enigszins klaren. Nou, wij hebben vorige week totaal verrast het nieuws gekregen van Beuning on Ice dat zij dit jaar de evenement niet gaan organiseren. Totale verrassing voor ons als gemeente. En ik heb ook dezelfde dag nog Mark opgebeld van hoe komt dit nou, hoe is het nou zo ontstaan? Ja, dat doet pijn. Dat doet heel veel pijn, ja. Want we weten hoeveel plezier het brengt, Beuning on Ice. Niet alleen bij ons, hè, want wij krijgen er energie van. Hoewel de laatste paar maanden kregen we er niet zulke positieve energie van. Van Loveren is zichtbaar geëmotioneerd. Hij zou na deze editie stoppen als voorzitter. Het afscheid had hij zich heel anders voorgesteld. Nou, ik heb dit nu 10 jaar gedaan in de rol als voorzitter, met heel veel plezier. En de tijd is ook gekomen om mijn functie beschikbaar te stellen voor een ander. Ik had me voorgenomen van de 11e editie met elkaar weer te gaan genieten op de schaatsbaan. Ik zei van de week nog tegen mensen, ik had liefst natuurlijk met een biertje in de hand daar gestaan. Maar dat mag helaas niet zo zijn. Volgens Van Loveren is het evenement de das omgedaan door late vergunningen en te veel wet- en regelgeving. De omgevingsvergunning was nieuw voor ons. Nou, die zijn wij vroeg begonnen in onze ogen. We zijn in februari daarmee op pad gegaan. Wat moeten we allemaal regelen? Welke rapportage komen we daarbij kijken? Hebben we 17 april ook ingediend. Nou, dat is ruim 6 maanden geleden. En we hebben 2 weken geleden pas de definitieve vergunning gekregen. In deze maanden heeft de organisatie meermaals aan de bel getrokken bij de gemeente Beuningen en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen om het uitblijven van vergunningen. Pas 2 weken geleden zijn deze vergunningen verleend, maar dit komt voor de organisatie te laat. Alleen, ja, 2 weken geleden krijg je dan die definitieve vergunning. En dan ga je met leveranciers om de tafel. Ja, dan blijkt dat de tijd onze grootste vijand is geworden nu ook. Tijdelijk wethouder evenementen Pascal Kobussen legt uit dat het probleem hem vooral in de communicatie zit en kijkt vooruit om dit niet vaker voor te laten komen. Nou, vandaag tijdens het gesprek met het bestuur komen wij ook achter dat een aantal dingen zijn waar zij bepaalde verwachtingen bij hebben die niet goed zijn geweest. Terwijl dat we wel hier de intentie hadden en elke keer de verwachting hadden dat het allemaal goed zou komen als organisatie. Ik denk dat als we dat al eerder hadden geweten, hoe dat nou ook precies zit, hadden we dat ook zeker gedaan. En ik ben er 100% van overtuigd dat wij dat de komende tijd, ook als we het even laten rusten met z'n allen, weer op gaan pakken om te kijken hoe we Beuning on Ice de komende jaren duurzaam kunnen organiseren met een duurzame energieoplossing voor de toekomst. Voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging was vandaag de banenmarkt in de Fasem. In samenwerking met het werkbedrijf en het UWV krijgen werkgevers de kans om in contact te komen met de werknemers. Opvallend was dat ondanks de grote vraag naar werknemers ook de opkomst van werkzoekenden aanzienlijk was. Volgens Marielle zou de grote opkomst kunnen komen door een bepaalde mismatch die er momenteel op de arbeidsmarkt is. Er zijn veel vacatures, vooral in techniek, ICT. En vanuit werkzoekenden is er vooral vraag naar werk richting administratie en dat daarin dus weer wat minder vacatures zijn. Dus dat is best een puzzel. En naast dat administratie een aantrekkelijke branche is, geldt het volgens Marielle ook voor de zorg en de kinderopvang. Alleen worden de eisen in deze sectoren steeds hoger. En dit merken ze bij kinderopvangnannies ook. Dat is gewoon een krapte, dat zie je gewoon op alle kinderdagverblijven. Iedereen heeft wachtlijsten, je komt gewoon mensen tekort, je zit eventueel ook met ziektes of wat dan ook. Maar de eisen worden wel strenger om in de kinderopvang te kunnen werken. Waardoor het gewoon niet meer voor iedereen is weggelegd om daar zomaar een baan in te krijgen. Maar deze eisen zijn er volgens Marielle niet voor niks. Ja, veiligheid voor alles.
En we merken zelf ook, het is ook soms frustrerend, want er zijn genoeg werkzoekenden die richting de zorg willen, die graag als pedagogisch medewerker willen werken, maar eerst een opleiding moeten gaan doen van 2-3 jaar, fulltime, en daar ook niet altijd de tijd of de middelen voor hebben. Dus daarin maakt het lastig. Zo ook voor werkzoekende Mahmoud, die ook graag binnen het sociale werk zou willen werken. Mijn probleem is, dat is gewoon, ik heb wel ervaring, maar geen opleiding. Dat is mijn probleem. En 99% van alle banen, zeg maar, wil opleiding. MBO of HBO, dat zo. En daarom is het volgens Marijke van het werkbedrijf dan ook juist zo belangrijk dat de werkgever echt fysiek in contact komt met de werknemer. Zonder dat hiervoor enkel naar de brief of een cv wordt gekeken. Ik denk dat het voor hun belangrijk is dat ze gehoord worden, dat ze hun verhaal kunnen doen. En omdat wij denken dat er echt voor iedereen ergens een plekje is. En als wij die tussenpersoon kunnen zijn om net wat extra verhaal te kunnen vertellen, wat achtergrond, dan kan dat ze helpen om die eerste stap te kunnen zetten. De kindergemeenteraad in West-Maas en Waal gaat op 14 november helaas niet door. De gemeente heeft het evenement geannuleerd omdat 2 van de 3 deelnemende basisscholen hebben afgezegd. De 7e editie van de kindergemeenteraad zou in het teken staan van het thema Fijn opgroeien in West-Maas en Waal. Wegens omstandigheden hebben 2 van de 3 deelnemende scholen moeten afzeggen. Burgemeester Vincent van der Bos zegt het jammer te vinden dat de kindergemeenteraad dit jaar niet doorgaat. 5 basisscholen in Heumen en 13 in Bergendal gaan vanaf 1 januari samen verder als scholenkoepel Leer en Floreer Scholen met Lef. Met de fusie zetten de basisscholen van Condor en Heumen en Spog en Bergendal een verdere stap in hun samenwerking. De afgelopen jaren werd er aan al het nodige gedaan. Zo leiden de organisaties samen extra leerkrachten op en werken ze samen op het gebied van inclusief onderwijs. Op de 18 basisscholen werken straks samen ongeveer 200 mensen en volgen zo'n 3200 leerlingen onderwijs. Een wortel met een gekke vorm. Appels die niet mooi rood zijn. Dit soort groente en fruit staat ook al bekend als de buitenbeentjes. Er is verder niks mis mee en daarom kunnen ze voor een leuk prijsje verkocht worden. En dat is precies waar de blauwe tomaat voor staat. Gezond voedsel toegankelijk maken voor iedereen. Het concept is al jaren een succes in Arnhem. En vanaf deze week rijdt de wagen ook door Nijmegen. In 2018 begon Loes van der Meulen met de blauwe tomaat. Een oude SRV-wagen waarmee ze op verschillende locaties in Arnhem staat. De blauwe tomaat is tegen verspilling en verkoopt daarom producten die anders weggegooid worden. De lage prijzen zorgen ervoor dat gezond voedsel voor iedereen betaalbaar is. Het concept is zo'n groot succes dat ze het nu ook in Nijmegen introduceert. Ja, het is een hele grote SRV-wagen en wij verkopen groenten en fruit. En dat doen we tegen een lage prijs met de gedachte dat wij vinden dat iedereen toegang moet hebben tot gezonde voeding. Betaalbaar en gezond eten staat centraal bij de blauwe tomaat. Maar verder is het ook vooral een sociaal initiatief. Niet snel en gehaast je boodschappen halen, maar juist even de tijd nemen voor een praatje. Ja, die sociale factor is voor ons heel erg belangrijk, want we willen echt het ouderwetse gevoel van boodschappen doen weer terugbrengen. Dus wat je eigenlijk doet is je kan groente en fruit kopen, maar ook gezellig een kopje koffie en thee drinken en zo een praatje maken met de buren. Dat merkte ik vooral op de Geitenkamp in Arnhem. Daar was het altijd super gezellig, iedereen bleef lekker hangen daar. Dus daar is het eigenlijk ook voor, gewoon sociale. We maken er ook altijd tijd voor een praatje. Dat begint al op het moment dat je groente en fruit uitzoekt. Goh, wat ga jij maken vanavond? Weet je, de vorige keer was dit heel erg lekker. Dus het is eigenlijk een heel gezellig concept waar mensen echt even de tijd nemen om groente en fruit te kopen. Ik denk ook wel dat er sommige mensen zijn soms een beetje eenzaam. Dus dan kunnen ze het ook wel hier een beetje opzoeken. De producten blijven zo laag mogelijk geprijsd, zodat het voor iedereen betaalbaar is. En om die prijzen laag te houden, verkoopt de blauwe tomaat ook abonnementen. Ja, wat we eigenlijk doen is, onze organisatie is een stichting, dus we hebben geen winstoogmerk. En daarnaast hebben we fruit op je werk, dus ondernemers kunnen fruitpakketten kopen. En wij brengen schoolfruit rond. En die twee zorgen er eigenlijk voor dat wij de prijzen in de wijken laag kunnen houden. De reacties zijn altijd positief van klanten. Ook op de eerste dag in Nijmegen is het al een groot succes.
Wat ik nu heb meegemaakt is dat het vooral mensen veel verbaast dat als ik het uiteindelijk wil afrekenen, dat ze eigenlijk schrikken van hoe goedkoop het is. Ja. Nou ja, het is hartstikke fijn om te zien dat we net open zijn en dat er nu al zoveel mensen zijn. Dus ik ben heel blij dat mensen ons kunnen vinden. En wat je eigenlijk hoort is dat mensen zeggen, oh wat een mooie producten en wat fijn dat het zo goedkoop is. Vandaag was een beetje een druilerige dag, met regelmatig motregen tegen een grijze hemel. Morgen wordt dat gelukkig iets beter. De dag start met wat mist, heel misschien nog met wat laatste motregen, maar daarna klaart het op en prikt ook de zon er nog even doorheen. Een rustige najaarsdag dus, met een vrij hoge temperatuur van zo'n 16 graden. De dagen erna blijft het overwegend droog, met een mix van veel bewolking, mist en af en toe een glimp van de zon. Later in de week zakt het kwik terug naar maxima rond de 12 graden. Maar dat is vrij gebruikelijk voor de eerste dagen van november. Dit was het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 29 oktober. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7-app. Nu op RN7 zie je een nieuwe aflevering van De Streek in, waarin we de beroemde tuinen van Appeltern bezoeken. We zijn er morgen weer, dus graag tot dan!